Hallo, welkom bij vlog nummer 29, de vierde in een vierluik over het maken van onmogelijke tekeningen. Maar eigenlijk is dit één groot eerbetoon aan mijn grote held, Maurits Cornelis Escher. Ja, en nu gaan we het hebben over regelmatige vlakvullingen. En de vraag is natuurlijk meteen van, is dit nou zo'n onmogelijke tekening? Is dit een tekening die niet klopt? Ja, eigenlijk niet. Maar vooruit, het is wel zo dat het vrij onmogelijk is om het te tekenen. En ik ga laten zien waarom. Kijk, dit is een heel beroemde regelmatige vlakvulling van Escher. Hemel en water. En hier valt meteen de werkwijze van Escher op. Hij maakt eerst een soort van patroon. In dit geval een parallelogram. Kijk, hier zit er eentje. En hier zit er nog eentje. En nog een. En nog een. En zoals je ziet herhaalt die vlakvulling zich precies in die parallelogrammen. Ja, op dezelfde manier zou ik dus ook zelf een regelmatige vlakvulling kunnen ontwerpen. Ik kies er echter voor om niet een patroon van parallelogrammen te maken, van een honingraadstructuur. Kijk, ik begin met het ontwerpen van één zo'n zeshoekje. En daar ga ik binnen tekenen. En ik moet daarbij dus een belangrijk basisprincipe in gedachten houden. Namelijk, als ik linksboven een driehoekje laat uitsteken, ja, dan komt het er rechtsonder juist een driehoekje naar binnen. Maar ja, dat is dus met die hele vlakvulling. Maar ja, dat is toch best wel ingewikkelder dan ik dacht. Weet je wat? Ik maak het simpel voor mezelf. Zo, klaar. Oké, ja, dit is een beetje flauw, maar misschien is dit wel dé manier om te werk te gaan. Kijk, ik start hier met een tekening. Bijvoorbeeld een vrachtwagen. En dan ga ik daarmee aan de slag. Nou, hier is die dan, die vrachtwagen. Zoals je ziet, is er een ruimte hier, dat gele stuk, waarop niet getekend is. En we hebben net geleerd, wat er hier afgaat, komt er hierbij. Maar ja, kan ik daar nou weer aan een vrachtwagen vasttekenen? Nou, weet je wat? Ik maak een sneeuwschuiver ervan. Zo, en dan wordt dit de regelmatige vlakvulling. Allemachtig, wat is dat druk zeg. Oké, dit werkt ook niet. Hoe doet de meester dit? Even kijken naar Escher. Aha, dit is de plaat reptielen van Escher. En kijk eens, hier is het terugkerende patroon. En dat is niet één, maar drie zeshoekjes. En daardoor krijg je opeens veel meer bewegingsvrijheid. Ik ga aan de slag. Ik start gewoon met deze drie zeshoekjes bij elkaar. En laat ik bij dat vervoersthema blijven. Hè? Escher tekende namelijk eigenlijk nooit auto's of treinen. Eens even kijken. Als ik hier begin met een vliegtuig. Ja, dan steekt dit stukje dus uit. Dan komt dat dan daar weer af. En als daar een auto komt en daar een boot. Ja, dan komt dat stukje daar erboven weer. Zo, ja, dat wordt dan een trein. En dan zijn dit de contouren van de vier voertuigen. Zo. Ja, ik denk dat ik hem heb. Kijk, een auto, een vliegtuig, een trein en een boot. Wat is mijn potlood toch groot? Kijk, kleurtje eroverheen, iets minder satureren en voilà, een regelmatige vlakvulling. Goh, nou, het is me gelukt, volgens mij. Zo ontzettend onmogelijk zijn die tekeningen nou ook weer niet. Hè? Ik bedoel, Escher is geen god of zo, het is gewoon een mens van vlees en bloed, zoals jij en ik. Ik bedoel, er is echt geen tekening hier te plaatsen van Escher, waarvan ik dan opeens denk van, oké, dit is onmogelijk. Oké, de man is echt God en niet van vlees en bloed. Ja, helaas is dit het laatste deel over Maurits Cornelis Escher. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en leuk vonden om te kijken. Dat jullie zelf ook nog aan de gang gegaan zijn met tekenen. Maar laat het alsjeblieft weten hier, als je nog leuke onderwerpen of ideeën hebt voor toekomstige vlogs. Laat het me weten en voor nu, denk aan je lijn. Tot de volgende keer. Bye bye.